Maar nou is er ook weer eentje. De ene die niet op de vlog wou, die is weg. Maar nou zit er eentje die wil wel op de vlog. Onze Mario. En Karin, ja, die heeft een boel al uitgepakt. En jullie weten wel wat ik... Lady, die komt morgen. Hé, dat moet je gek doen. Ja. Nou hier. Nee, dat is niet jouw bal, hè? Dag schatje, kom hier dan, Rijka, kom. 1, 2. Dag schat. Het is Lady maar, hoor. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. En ja, het is vandaag tweede Pinksterdag. Het is maandag, de 20e van de 5e 2024. Er is iemand onderweg. Dat zien jullie straks lekker wel. Ja, komt helemaal goed. En ik ga naar de wc. Dan maak ik me klaar om met de meisjes te gaan lopen. Wat als diegene komt, die wil eerst ook gaan lopen, omdat die ook iets mee heeft wat ook lopen moet. Ja, dus dat komt helemaal goed. En ja, geniet gewoon van alles en geniet met ons mee. Ja, gewoon doen, is leuk. Dus ik zou zeggen, tot later. En daar is mijn meisje en die is zo lekker lief. Maar we hebben er nog één en die ligt daar. En die stelt zich een beetje aan. Omdat er nog een er is, ja. En waar is ze? Lady, kom eens dan. Kom eens kijken dan. Ja, alsof de Lady niet kan, duikt Rijka dus een heel eind weg. Nee. Dat die is zo maf als ik weet niet wat. Maar wie behoort er bij Lady? Nou, die steurter die daar hangt. Hi. Hi, schat. Hi. Hoe is het met jou? Ja, goed. Ja? Echt ja, goed. Ja, goed. Dus ja, ik ben weer super blij dat ze er is. Gezellig. Nee. En ze heeft natuurlijk ook al mama en papa Meerkoetje gezien met de kuikentjes. Hoe vind je dat, Karin? Ja, leuk. Leuk, hè? Ja, leuk. Ja. Echt zo super lief. Hoe waren we daar? Ja, en er zit er nog één, maar die wil niet op de vlog. Nee. Nou, dan gaan we daar even mooi rekenen mee. Hé, joh. Hé? En je bent een gek kind, jij. Je bent echt een gek kind. Ja. Hé? Een malle trim ben jij. Maar er staat hier een tas en die moest ik maar pakken. Dus dat gaan we straks doen. En ik laat dat jullie straks wel even zien wat er allemaal in huist. Dus dat komt wel goed. En ik heb hier voor Karin ook het een en ander. Dus ja, dat wordt ruilen. En verruilen. Komt niet huilen nu. Nee, nu niet. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. Met blik op een bange Rijka. Die is echt gek. En tot later. Ja, daar zitten we weer allebei met een toestel in de handen. Maar nou is er ook weer eentje. De ene die niet op de vlog wou, die is weg. Maar nou zit er eentje, die wil wel op de vlog. Onze Mario. En Karin, ja, die heeft een boel al uitgepakt. En jullie weten wel wat ik allemaal had gekocht. Ja. Dus ja. Maar nou heb ik ook een tas uit te pakken. Ja. En die staat daar, die gouden. En van die Jumbo. Ja, van die Jumbo. En ik heb koffie staan. En die gaat daar even naartoe. En dan moet ik dat even. Oh, hoe moet dat zo? Ja, kan dat. Handen weer daar vanaf. U ziet al iets. Ja, mijn nieuwe fles. Deze, die was hier niet te koop vorig jaar. Oh. Ik was zelf bezig gaan zoeken, want Karin die zei me waar. Dus ik ben er ook heen geweest. Maar dat hadden ze niet. En ik kwam ook niet binnen. Het is van het ene filiaal of het andere filiaal, welke heb het wel en welke heb het niet. Hier zit een rietje in, even kijken hoe dat gaat. Dat gaan we gelijk even proberen. En demonstreren. En demo. Blijf. Kaartje heb ik niet nodig. Nee, jammer. Hup.
Je moet Hero aan. Ja, nou, ik zou zeggen, en doe er water in, want dan kan u het gelijk testen. En neem de camera mee. Daar was ik ook wel van plan, maar ik moet hier om de gaten denken. En dat weten ze. Dus. Hi! En mama gaat even water erin doen. Ja. Mag ik even door? Gaan we. Gaan we hier weer pesten hoor. Ja, toe dan, met die dikke reet. Zo dan. Ja. Leef, kom eens hier. Nou, er gaat dus even water in. Even koud zetten, want warm water heeft niks aan. Zo, er zit water genoeg in, dacht ik zo. En dan gaan we weer terug. Ja, ja. Het is zo wat, zei meneer de kat. Dan gaan we jullie weer even terugzetten. En die tas even opschuiven. Zo. Dan draaien we die er weer op. Mama, die heeft er water in gedaan. Ja, dan moet ik even zien hoe dat allemaal gaat. Je moet ze zo drinken, ja. Nou. Je kan je hoofd gewoon lekker en dan zou ik zo doen. Ah, ja. Maar ik hoef niet meer zo te doen. Ook al is het op het einde dat water, hoef ik het niet meer zo te doen. Wat je bij andere flessen wel moet, en ook met een alheen een glas met een rietje, je moet iedere keer zo doen. Ja, hoe dan? Handig, hè? Zo'n flessen. Zeker te weten. Lekker. Ideaal, hè? Ideaal. Ja, dat is. Dan gaan we weer. Ja, en mama gaat nog wat uitpakken, helemaal goed. Kijk, deze boxen die kan u gewoon voor reserve houden. Ja. Mocht deze boxen zeggen van Toedeledokie. Ja. En deze kan u gewoon dan op aansluiten dat die weggaat, want deze geeft licht. Oh, dat is leuk. Dat dus. Ja. Maar dat kan ik zelf niet. Ja, maar dat kan ik wel, zometeen. Oké. Okay. Zo, goedemorgen, Emma. Oh, dit is. Oh ja. Ja, oh ja, ja. 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 Dat is ja, dus. Dat is ja. Maar dan moet ik hier weer even zien. Wat is dat voor koekie? Wijswagen met chocola. Altijd lekker. Mag ik hem openmaken? Nee. Nee. Lieve hondjes. Dan niet. Lieve, schrijven ze. Ja. Ja, maar er is ook nou een oude hond bij. Dus, hè, Elwing, en dat weet je, hè? Nou, maar ze zijn altijd... Nee. Chocola. Lekker, man. Chocola. Lekker, man. Chocola. Ja, lekker. Nee. 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 Gewoon nee. Hé, man. Heerlijk. Ja, dat zal ik. Dat is de zonnepaneel. Mijn bril die zakt af. Zo, 1 zonnepaneel wordt er gezegd, maar dat weet ik wel zeker. En materiaal om hem vast te binden, te schroeven en te doen. Nou, ja. Wat denkt u wat en wat dat is? Kijk eens goed. Nou, het lijkt op een Amerikaanse stopcontact deze kant, maar dat weet ik niet. Nou, dat gaat u eerst verder kijken. Ja. En nog een snoertje. Ik weet het al wel. Ja, want jij hebt er waarschijnlijk ook een. Nee. Nee? Nee. Nee. Het is gewoon heel logisch nadenken. Ja, maar dat kan ik. Natuurlijk wel. Nee.
Iedereen zegt dat ik niet kan. Ik kan niet denken. Nou ja, dan niet. Ja, ik ben toch gek. Kun je niet geloven, mensen zeggen? Nee, maar dat doe ik ook niet. Daarom ben ik ook gek. Goed en knap, hè? Ja! Ja, zegt er een. Dus daar staat hij al aan vast. En dan kan hij draaien of zo, automatisch. Daar ik. Mijn pols niet doet zeer. Dat vind ik ook niet fijn. Mm-mm. En dan is het. Hij moet dan zo. Kijk, dat is het oogie. Dat is het oogie. Ja. Hier en hier moet je inderdaad aan hangen. Of even kijken. Want deze. Dit is voor deze. Deze. Ja. En dit is dus. Hier en hier komen de schroeven in, zeg maar. Dus deze kan je dus. Oké. Losmaken. Hè? Ja. Moet dus hier op een hele. Heel raar. Op een of andere manier schroeven. In of zo, weet ik het. Ja. Hoe ze willen hebben. Maar dat staat allemaal in de beschrijving. Ja. Daar moet ik dan even oma Koen voor vragen. Of hij deze wil gaan ophangen. En als oma Koen dat open heeft gehangen, misschien kan hij het ook nog eens een keertje installeren. Want zo moeilijk is dat niet. Is het voor binnen of voor buiten? Buiten. Oh, oké. Okay. Ja. Maar er moet daar ook eigenlijk een sticker ingelijst worden en opgehangen worden. Gewoon echt gewoon een stukje met camera en bewaking, man. Ja, ik heb hem daar wel. Ja, maar gewoon echt gewoon bij dingen. En anders gewoon via een website en die kan ik u geven. En dan kan u gewoon vragen. En dat is dan gewoon een soort van raamstikken. En dan kan ik u gewoon op uw eigen manier vragen hoe met misschien sierletters, weet ik veel. En dan kan u het opplakken op uw deur. Net zoals ik met camera en bewaking met zo'n dingetje. Wil je nog eentje? Lekker. Jij niet meer? Ja. Oké. Nou, dan kunnen we dit wel weer even erin gooien. Ja. Moet hij wel weer in zijn jasje. Mm-hmm. In zijn jasje. Rijka. Niet voor Rijka. Rijka, je mag dat niet hebben. Ah ja, joh. Geen chocola. Nee, geen chocola. Nee. Natuurlijk wel. Nee. Dit en dit, zo en zo klein mogelijk. Rijka. Nou, nee, ik vind het. Rijka, zitten. Ik vind het zo eng. Mam, als ze een hele reep eten, dat mogen ze niet. Net zoals druiven, mogen ze ook niet. Maar gewoon één druifje en mogen ze wel. Dan weet ik niet eens hoe er allemaal in zat. Ken je dat? Ik wel, mam. Weet jij het wel? Mam, hou het even bij u. Kijk, die zo. Op een of andere manier zat dat zo. Het is het, dat je eruit prut en het moet er weer in. Nee, scheve dingen piezen nog. Toch? Zeg voor. Hup. Nou hoor. Wat moet je? Ja, toch scheve dingen piezen nog. Zeg, ik had tijd hier. En er zit nog wat iets kleins in? Nog iets kleins. Ik moet zoeken. Alleen hoe dat werkt, dat weet ik niet. Nee, ja. Die ja. Hoe dat werkt, weet ik niet. Kom maar. Maak hem open, man. Kom maar. Ja, maak ik ook wel open. Pak ik wel een staaf voor, hoor. Ik niet. Hoeft niet eens. Kom hier. Zonde. Kijk, hier. Ja. Weet je wat zonder is? Weet je wat zonder is? Komt op je reeks weer een brood eten. Dat is zonder. Hè?
Hoe dat werkt, weet ik niet. Daarvoor moeten we even uw schoonzoon voor gaan bellen. En mij niet bellen niet. Hoe kan ik jou nog bellen als jij hier op vakantie gaat? Nee, maar ik bedoel, voor dat en mijn, daarom zeg ik al, en voor dat, daarom zeg ik al, daarom zeg ik al, voor dat en mij niet bellen niet. Het lijkt wel een make-up doosje, zeg ik net tegen Mario. Ja. Hallo. Ultra HD. Input 1, input 2. Ja, dat is voor uw tv dit. Oh, zeg dat dan. Maar hoe het verder moet, weet ik niet. Daarom zeg ik al, als u dat wil weten, dan moet u uw liefstrollige schoonzoon bellen. En mij niet bellen, niet. Oh. Nou, dat valt van alles. Nou ja, er is, het is voor de tv, zoals Karin zegt. Heb je dan extra kanalen of zo die erbij? Dit, er staat van alles en nog wat op. En ik heb een boekje, nou dat moet je maar kunnen lezen. Dat is zo ontiegelijk klein, nou ja. Hier. Dat kan niemand lezen. Ik had het ook nog op zijn kop komen krachten. En Karen die is zo al nieuwsgierig. Nou, en een AAA-beetje. Ja, ook dat nog. Nou ja, die boxen, dat weten jullie al. Dus ja, wat zit er dan bij? En, hoe heet zo'n ding? Ja, hetzelfde wat ik er nu ook aan heb, ik kan weer beter. Ja. En dan hoop ik dat die het ook beter gaat doen. Ik heb iedere keer problemen met die knop. Alsof er stof tussen zit, wat ik er niet tussen weg kan krijgen. Maar ja, het komt helemaal goed. Zet ik die daar weer even neer. Voilà. Dus ja, dat dus, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet gewoon verder van jullie dingen. En geniet een beetje met ons mee. Ja toch, of niet dan, dames? Ja, helemaal goed. Ja, ja toch? Ja. Nou, doodokies. Was nog even? Nou, lieve. We gaan er weer van tussen. Jullie gaan er weer van tussen, ja. Want het is alweer 6 uur geweest. Ja, let's go. Let's go. Breek je de nek niet hier. Dag, Rijka. Kom hier. Kom maar. Ze doet niks. Kom hier. Rijka. Oh. Angst haar. Kom hier. Kom, Rijka, kom. Nee, die maar. Deze ken jij wel. Net zoals vannacht wat vrouwtje tegen jou zei. Lady die komt morgen. Hé, dan moet je gek doen. Ja. Nou hier. Nee, dat is niet jouw bal, hè? Dag schatje, kom hier dan, Rijka. Kom, 1, 2. Dag schat. Het is Lady maar, hoor. Lady, ken jij heus wel, hoor. Ja, het is Lady maar. Dag schat, blijf lekker liggen. Hm? Yes, kom. Light. Ja. Lekker man. Lekker jong. Ja, jammer dat je niet zo lang genoeg bent dat je er overheen kon, hè? Om het slot te openen, want het slot zit ja, open. Maar ik had het zo wel kunnen doen, maar ik had iets dan en dan doe ik het zo. Ook goed, ja toch? Mm-hmm. Hij is toch open? Ja. Waarom? Dat dus. Nou, lady in de tuut. Ja, dat heb ik ook allemaal weer goed gedaan. Wacht licht. Even wachten, schat. Wat dacht je? Ja, gebeurt hier. Kom, lopen. Ja, ik moet het toch eerst open doen, schat. Kijk. Hallo. Hallo. Lekker ding. Deze kant op, schat. Hallo, kom. Kom. 1, 2. Ja, doe maar. Goed zo. Zo, wat een mooie deken heb je. Oh, wat mooi. Leuk, mag ik erbij? Ga ik hem even uit afdoen. Ja, deze even af. Zo, blijf wel. Kijk, en dan blijft ze ook gewoon zitten. Mm-hmm. Ja, kijk maar. Ja, ze blijft ook gewoon zo zitten. Grote meid. Hoi. Hey, die.
Nee, die. Het is mijn grote meid. Hé, meid? Ja, hè? Kijk, en dan gaat ze liggen. Doe maar. Ga maar liggen. Ga maar liggen dan. Nee, nog niet. Schat hij wel. Even voor kijken. Ga maar voor kijken. Maar goed. Die ziet er niet eens. Die ziet er niet eens. Hij zit er nog. Ik zie dat een grijs snuitje hoor. Maar of ik dat met de camera nee. zie, kan, dat weet ik niet eens. Hé. Hey. Dooie. Hé, hey, schatje. Hij schuit een patat. Die heeft echt zo'n mot dat. Krijg ik niet een toet van mijn dochter. Kijk, ik wil hem even gaan schatten. Kijk, oh, hij is nog warm. Nou, mam. Doe rustig aan. Ja, lieve schat. Ik ook. Komt helemaal goed. Ja, dat dus. En succes met alles. Met wat je vandaag nog gaat doen. Ligt zo nu. Ja. En daarom zeg ik... Succes en veel plezier met alles wat je vandaag nog gaat doen. Komt helemaal goed, man. En je belt als je thuis bent. Komt helemaal goed. Okidoki. Komt goed, schat. Doei, schatje. Doei. Doei, doei. Gaat het voor mijn neus rijden? Ja, sorry. Die staat er nou wel gekleurd toch al. Zo. Nou. Dat was afdeling Kari. En Mario, die is al reeds naar huis. Nee, naar de tante moesten. Maar ja, ik zit nog wel in een huis vol met troep. Maar ik heb wel nieuwe geluid aan de computer. Daar ben ik helemaal blij mee. Ja. Dat is beter dan wat er aan zat. Dan gaat het eigenlijk maar om één ding. Maar ja, in ieder geval, ik ben back off. En ik moet het boel nog opruimen. We zijn ook naar de Action geweest. Daar hebben we niet gefilmd. Allebei niet. Oh, blij dat ik zit. Even die stok daar. Maar ik heb een nieuwe curvebox gekocht. Van 80 liter. Voor die troep allemaal. Kerstspullen, et cetera. Dat daar hopelijk in past. Dus dat zullen we ook beleven. Maar... niet nu meer, nee. Ik ben echt kapot. Zo, dan kan dat opgeruimd worden. Ja, dat moet er niet in. En dat allemaal, dat is een tasje hoort er ook niet in. En die doos hoort er niet in. Maar dat komt wel, en die vuilniszak natuurlijk niet. Maar dat komt wel goed. In ieder geval, mijn geluid, die doet het goed. Ja, helemaal goed. Ik zal even... Waar is mijn muis? Daar is mijn muis. Jeetje. Echt bizar. Meer tonen. En zo. Hup. Na het zien van deze video moet je deze telefoonhouder gewoon hebben. Het is veruit de beste telefoonhouder die... Ja, reclame moet hij wel reclame overslaan. Hier kan van alles in zitten natuurlijk. En je kunt misschien is het wel heilig of met geld bijvoorbeeld. En zo. Het is gewoon spannend. Je mag dus niet van tevoren kijken wat er in die koffer zit. Maar nee. Je weet het natuurlijk niet. En dit is dan weer wat minder. Paraclusie. Dus Schiphol, koffers gekocht op de veiling. Ja, hoe doe je dat? Je gaat toch geen koffers kopen, hè? Op een veiling, wat moet je erbij? Ik niet weten, maar ja. Maar dan heb ik hier ook een heel leuk knopje. Daar kan ik het geluid mee regelen. Wat doe je meestal in handbagage? Doe je meestal de spullen in, zoals je iPad, zoals je ja.
Maar ik heb hem nooit zo hard. Nou, en daar staat de grote jongen. Daar staat de oude. En ja, die heb ik dus overgenomen voor een prikkie. En die kan weer een ander overnemen, ja. Weet ik al nou niet waar Karin dat oude ding heb gelaten. Want de nieuwe boxen, die zitten er nog wel in. Oh kijk, hier deze, dat was de oude. Nou, en die, ja, die ik nou heb, is iets beter. Maar die moet ook opgeruimd worden. En dat komt allemaal nog wel. Ik ga rust nemen, ik ga aan mezelf denken. Ja, dat dus. Want ik heb de hele middag al, zover jullie al weten, bezoek. Ook had ik iemand op bezoek. Nou ja, op mijn telefoon is die geblokt. Hij wil niet in de vlog. Maar Karin die zei van, er moet er eentje heel nodig naar de wc. En die komt even. Nou ja, hij wou geen koffie ook, niks. Nou ja, lekker belangrijk, moet hij weten. Het is een hij. Hij heeft ooit die poort van me gemaakt. En nog een paar dingetjes. Maar, ja, ik moet hem niet. Laat ik het zo maar eventjes zeggen. Met hetgeen wat hij mij heeft gezegd ooit, dat ga ik niet herhalen. Hij heeft mij wat hier in mijn huis gezegd. En het is mijn huis, hallo. Maak zelf uit wat ik doe en niet jij. Als jij hier komt, bij wijze van spreken, hey, jullie, een van jullie die nou kijken. In mijn huis ben ik de baas. Ik maak uit wat ik doe en niet jij. Ook met praten, als je in gesprek gaat met mij over wat er op de wereld gebeurt. En jij gelooft dat allemaal niet wat ik jou vertel. Hè, en dat het juist goed is om wel te prikken of weet ik veel wat. Ja, daar heb je mij een verkeerde in. Moet je met mij niet dat gesprek aangaan. Hou het dan neutraal. Hè? En ga niet met zulke soort dingen met mij een gesprek aan. Nee. Maar oké, lieve vrienden, geniet gewoon verder van jullie avond, want het is al 6:15. Ja, ook dat. De tijd houdt geen schaft, zeg maar. Oftewel, in het Fries, de tijd houdt geen schaft. En hou jij je mond weg. Ik ga eventjes die vaas met bloemen er weer op mijn bureau zetten, er bovenop. Die behoort bovenop. Kijk nou niet bij, want dan moet ik weer staan. En ja. En Mario de kopje staat er nog. Karen de glas staat er nog. Mijn fles, nou ja, lekker. Ja, dat gaat allemaal perfect. Mhm. Ja, hè. Dat is lekker. Ja, lekker watertje. En we hadden bij de Action ook een kaartje voor het kerkhof gekocht. Voor bij mijn moeder, want Karin die woont naar oma. Maar het kerkhof was al gesloten. Nou, blijf wel staan. Ik zet hem in de vitrinekast. Wanneer ze weer komt, kunnen we wel tijd er even weer naartoe. Maar ik ga er niet alleen nog heen. Niet het missen. Ik ga er wel eens alleen heen, maar ik vind het, ja, ik ben er verdrietig om. Ik word daar verdrietig, hier niet. Ja, ik ken tegen het praten van, Moeka, lieve schat, ik hou van je. Ja, kaartje voor je gekocht, ja. Dus, maar in ieder geval, dat komt allemaal goed. Wat Rijka mankeert tegenover Lady. Hoe dan? Ze kent Lady. Ja? Ze is een paar dagen bij Karin in huis geweest. Op een donderdag opgehaald. Vrijdag dan s'nachts. Vrijdag de hele dag. En zaterdag kwam ze pas bij mij. Dus al die tijd bij Lady geweest. En nou bangig. Angst. Nou ja, bang. Angstig. Mafbeestje. Echt een mafbeestje. Maar oké, ik ga hier even de spulletjes opruimen. De meisjes even een koekje geven. Hebben ze wel verdiend. En ja, ik zet de boel eventjes daar neer en bekijk het maar, want ik ga over de rugpijn en ik moet ook mijn energie besparen, opsparen. Ik moet het even weer opsparen om die meisjes straks uit te laten. Ja toch? Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en geniet ze lekker een beetje mee. Doei. Daar legt me dan één, eigenlijk
2. Dat is madame 2. Want dat is madame 1. Ja. Dat, die gaan nog straks nog eventjes nog naar buiten frisse neus halen. En ik ga de poort nog op slot doen, dat ben ik vergeten. Dus gaan we ook nog doen. We doen ook een vestje voor aan, want het is hier koud. Ja, en we willen niet ziek worden. Nee. Dus ja, dan gaan we zo meteen lekker slapen. Ja, want ik ben het zat, ik ben moe. En de camera die staat niet goed. Ook dat nog. Zo, ik kwam op een knopje, dus wat hij doet, ik weet het niet. Ik zie nou daar 2 puntjes en daar 2 puntjes. Waarom? Weet ik niet. Formaat voor een fotootje of zo, maar het blijft erin staan. Ja, I'm sorry, ik kan niet weten. Zolang jullie het maar niet zien. Maar ja, dat het niet op het beeld komt. Maar dat zal niet, het is gewoon van mijn schermpje. Ik zat aan de achterkant aan een knopje, ja, ik weet niet hoor. Ik heb nou eenmaal van die brieke vingers, ik weet nooit niet hoe dat hebben moet. Aan de achterkant. Maar in ieder geval, daarom wens ik jullie alle muilen welterusten en slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard morgen weer gezond uit je bed zien te komen. En heb ik ook morgen nog wat te vertellen? Ga ik nou niet doen. Nee, het is iets leuks. Ja, het is iets leuks. En ja, ik verheug me daar nu al op, maar ik moet nog even wachten. Maar ik verheug me er wel op. Ik maak jullie lekker eventjes, ja, eventjes nieuwsgierig. Dat is ook altijd leuk. Maar dat horen jullie morgen verder. En ik ben er blij mee en ik vind het leuk. Ja, maar in ieder geval nogmaals welterusten. En jullie weten dat God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.